Goedemorgen. Vandaag wordt een leuke, maar ook een dure dag. Ik ga namelijk nieuwe velgen en banden onder de Audi leggen. Waarom? Degene die eronder zitten vind ik wel op zich wel een mooi modelletje. Alleen ze zijn nep en krom. En eentje heeft een slag. Dus twee zijn een krom, eentje heeft een slag. En dat rijdt niet zo lekker, want stuur trilt. En dan kun je balanceren wat je wil, maar dan krijg je er gewoon niet uit. En daarnaast zitten er all-season banden op en die maken gewoon relatief veel herrie. Ik wil graag een set Michelin banden eronder hebben. En hoewel er nog meer dan genoeg profiel op zit, denk dat ik er nog wel een paar jaar mee kan doorrijden. Daar heb ik toch voor gekozen, ze zijn ook gecupt trouwens een beetje. Daar heb ik toch voor gekozen om ook gelijk nieuwe banden erop te leggen. Die zijn voor deze auto best wel duur. Het zijn namelijk 19 inch velgen die ik heb gekocht. En daarnaast hebben ze ook een dunne wand, dus de maat is 2,55x35x19. Standaard maat voor deze auto, een standaard maat, de grootste. Maar ja, dan rijdt hij daarna wel weer heel lekker. Dus we gaan vandaag de nieuwe banden op de nieuwe velgen zetten, dan de velgen op de auto en dan de auto, dan die banden set uitbalanceren natuurlijk en dan de auto nog eens een keer uitlijnen. Nou, hierachter, daar liggen ze. Het is nog een verrassing welke het precies zijn, maar ik ga jullie meenemen en dan ga je het vanzelf zien. Nou, ze zitten eronder en het ziet er super dik uit hoor. Kijk maar. Nou, laat in het bericht even weten wat jij ervan vindt. En of je deze velg ook zou kiezen voor je auto. Een duimpje omhoog en tot in de volgende.